Je smartphone wil je natuurlijk zoveel mogelijk beschermen, want laten we heel eerlijk zijn, het is wel een beetje een verlengde van onze armen geworden. En daarvoor is het dus heel slim om sowieso een screen protector te laten plakken, of dat natuurlijk zelf te doen. En ook niet heel onbelangrijk is een telefoonhoesje. En over dat laatste, daar ga ik je wat meer over vertellen in deze video. Je hebt dus heel veel soorten verschillende telefoonhoesjes, zoals een bookcase hoesje. Die zien er zo uit. Die hebben een soort van voorflap waardoor je ruimte hebt voor een pasje of voor briefgeld. En deze flap die bedekt het scherm van je smartphone. En dan heb je natuurlijk ook nog de normale backcover hoesjes. Deze beschermen de achterkant en de zijkant van je smartphone. En ze zijn heel erg fijn omdat er niets voor het scherm zit. En zelf ben ik heel erg fan van backcover hoesjes met valbescherming. Ik moet zeggen, ik laat tegenwoordig mijn telefoon niet meer zo vaak vallen als vroeger. Maar liever het zekere voor het onzekere als het gaat om mijn smartphone. Nou, als je smartphone nou MagSafe heeft, dat is dus vanaf de iPhone 12 en hoger, en je gebruikt MagSafe accessoires, dan is een hoesje met MagSafe ook heel erg handig. Dankzij de magneet in het hoesje klik je heel gemakkelijk verschillende accessoires vast aan je hoesje. Denk hierbij aan bijvoorbeeld kaarthouders, opladers of een powerbank. Oké, heb je verder nog vragen voor me? Laat het me even weten in de comments, dan kom ik daar zo snel mogelijk op terug. Wil je nog meer video's van ons bekijken? Check dan de playlist hier zo naast. En voor nu, tot de volgende. Doei!